Let's see. Good morning, driver. Voordat we dat gaan doen, moet even kaartje even stellen. Even clear the map. Clear the map. Nee, weet ik niet. Nou, dan doen we dat wel vanaf hier. Good morning, driver. You're on your way to Stratford calling at all stops on route coming from Clapham Junction. The line ahead is clear and the weather is great. Great. So there shouldn't be any interruptions on this service. Good luck. Mooi. Nou, we hebben geen trainnummer zo te zien. We kwamen van Clapham Junction en we gaan naar Stratford. We hebben een class 378 bij ons en we zijn van London Overground natuurlijk, hè. Kaartje is live, dus kaartje kunnen jullie volgen mocht u dat willen. Ik zoom mezelf even hier weer ietsjes uit. Dat is prima. Oké, mooi. Verlichting natuurlijk even aan. Nou, die werkt. Het is, laten we zo zeggen, het is een vrij basale trein, aangezien het een wat oudere trein is. Oeh, de maquette. Let's go, we zijn op overhead line. Zo, die tiptje. Oh crap. Oké, okay, daar gaat de Duitse score. Oh nee, ik doe het niet voor punten. Not so quiet train anymore. Oh, hello. Next stop, Wilston Junction. Ding. Bah, weekend alweer bijna voorbij. Dat helaas inderdaad wel. Maar ja, je kunt zo zien. Je kunt gewoon weer uitkijken naar het volgende weekend. This is Wilston Junction. This is the London Overground service to Stratford.
Our next station is Kensal Rise. Net wat stilte trein. Ja, het lijkt alsof die, als je geen tractie geeft, dat hij compleet stil is. Maar ja, kun je niet veel aan doen. Oeh, we hebben weer plus points. Let's go. Kensal Rise, 1 mile. Daniel, echt waar. Als Martijn het niet is met die met de overspeed, is Daniel het wel. Oh, heden. Doen ze testen woensdag nog aan. Och, heden. Is het weer zover. Kevin Trains, goedenavond en welkom. Waar de rij in Nederlandse route? Die doen we hierna. Ik probeer elke week, eigenlijk elke week een Nederlandse route te doen. Soms kan het er eens een keer doorheen schieten. Als er een special is of iets anders, dan is het wat. Ja, het is een heel stil trein. Maar ik probeer in principe elke week wel een Nederlandse route te doen. Dus, en vandaag is het het oosten van Nederland en het is echt serieus een veel te stille trein. Ladies and gentlemen, our next station is Kensal Rise. Kensal Rise. Of Stigivarig toen rechts. Of links. No, not emergency. Get out of emergency. Oh crap. Oh crap. Anyway. Heel veel straten genaamd met gardens. Ik ben trouwens wel benieuwd hoe mensen op dit platform komen. Oh, hier dus. Let's go. Next station, Brondesbury Park. Martijn, goedenavond en welkom. Gerben, ook goedenavond en welkom. Ladies and gentlemen, the next station will be Bons. Brondesbury Park. Quiet mode enabled. Quiet mode enabled. Oh, zei ik dat hard?
Rob, goedenavond en welkom. Let's go. Next station, Brondesbury itself. Ben bezig met farming. 1000 liter vloeibaar kunstmest aan het laden duurt een eeuwigheid. Oh, dat zeker. Ladies and gentlemen, next station will be Brondesbury. Exit is on the left. Get out of emergency. Not good. Anyway. Mensen kunnen doorlopen. De Hardy. Ah, oké. Okay. Ik zou zeggen, als je station uit wil, dan moet je even hakken. West Hampstead is our next station. Ladies and gentlemen, West Hampstead. Exit is on the left. Very quiet mode enabled again. Ik vind me echt serieus veel te stil, dit ding. Alsof je serieus gewoon... Ik weet niet wat hij heeft, maar volgens mij... Energiebesparing of zo. Hakken, neem een trainingspak. Heb je een trainingspak? Oh ja, je hebt hier nog uit die periode, weet je wel. De hele kast waarschijnlijk. Je doet de kast op, woetsch. 10 van die dingen of zo op een rij en allemaal dezelfde. West Hampstead. Is, nou, laten we zo zeggen, niet speciaal. Het is een beetje quiet. En ze passen ook niet meer. West Hampstead Thames Link Underground Station's way out. Oké. Okay.
Maar ik heb het gevoel dat de deuranimatie in Closing Sound een beetje achterloopt. Ladies and gentlemen, next station will be Finchley Road en Frogno. Exit is on the left and we are already arriving at the station. Oké, deze wil ik zien. Nou, volgens mij strakke curve bijna niet. Staat even te eten. Nou, kan gebeuren, Roelof. Let's go. Hampstead Heath is our next station. Was net in Maastricht geland. Ah, Maastricht-Aken Airport. Waar kwam je vandaag vandaan dan, Rolf? Kort vluchtje, lang vluchtje. Lekkere echo, go. Dat was verkeerde toets. Met de beach baron Maastricht, Sint in Gelderland, Zwitserland, Bornholm, Denemarken, Maastricht, rondje Europa. Ah, oh, oké. Interesting. Is eens een keer wat anders hè, dan zo'n grote lijnvlucht. Ladies and gentlemen, Hampstead Heath. Ton, goedenavond en welkom. Speciaal voor jou, Ton, doen we nog even een tifo. Dat is de toeter van welkom, Ton. Ik moet zeggen, ik heb de Capital Star al een hele tijd niet gereden. Ik dacht dat, ja, dit was volgens mij wel een losse DLC. Voor de route. Deze kwam niet mee met de route. We kwamen niet iets andere versie mee ofzo. Maar ik vind het wel heel goed. In principe hoor je tiet dat de gaten dicht doen. Maar in principe zitten hier schermen in voor driver only operation. Oftewel de camera's zitten hier. System unavailable.
Let's break for 20. Ladies and gentlemen, our next station will be Gosport Oak. Welcome in a very quiet train again, people. Ik zit eens even te kijken hoe jij aan het werk bent. Dat moet ook gebeuren. Vanaf hier gaat een dieselterreintje aan de linkerkant. Sinds kort een nieuwe class, class 1, 7, nog iets of zo. In ieder geval een nieuwe trein, dus er staat wel een video van op de YouTube kanaal van Jeff. Jammer dit. Oh, geet. Echt serieus, volgens mij haalt dat de commando de fails in. Je hebt wel heel erg veel vertrouwen mee, Daniel. Gosport Oak, Kentish Town, Camden Road, Caledonian Road, Highbury en Canterbury, Dalston, Hackney, Homerton, Hackney en Stratford. Nog een talige rekening voor jou. Och, heden. En we gaan weer. Zo erg is het niet. Kijk tot de achtergrond de film over Tupac op RTL 7. Ah, diegene die vermoord was of zo, weet ik veel. Ladies and gentlemen, next station will be Kentish Town. Perfect. En Tom is verzekerd. Hij gaat ook weer lekker met de uurtjes. Ah, de welbekende help points. Alleen float deze een beetje, maar ja, oké. A stairway into darkness. Ze hebben zelfs een bord van Kentish Town West. Interesting. Het is iets. Ladies and gentlemen, next station will be Camden Road.
My. Ah, damage controls. Ik sla over. Nee, Rood. Een aantal commando's, uitroepteken commands. Dan kun je zien welke commando's in de chat zijn en voor welk niveau. De meeste commands met counters zijn voor subscribers en hoger. Met een D, Rood. Met een D. Commands in WEN 2 bestaan niet. Ladies and gentlemen, Camden Road, exit on the left. Tien van 18. We hebben ondertussen over 10 kilometer gereden, mensen. 10 kilometer. Getting there. Zoals jullie weten voor Third Rails, voor degenen die Third Rails gebruiken en hun ritten uploaden naar de Rento website. Elke week is daar een nieuwe contest gaande. In principe als je upload doe je mee aan de contest. Wat de contest eigenlijk inhoudt is, ja, probeer zoveel mogelijk te rijden en kijken wie bovenaan staat. En vorige week stond moi bovenaan. Dus, ik ben benieuwd voor wie er volgende week bovenaan staat. Loop van zaterdag tot en met... Loop van zondag middernacht of zo tot en met zaterdag 1 voor middernacht. Dus kan niet anders toch. Nou, je wil niet weten hoeveel sommige mensen rijden. Dat is niet een klein beetje. Diverging to the left. Ladies and gentlemen, the next station will be Caledonia Road in Barnsbury. Heb een screenshot in onze lijst door hem in. Ha ha. Beroemd. Oh crap, wat heb ik nu weer? Wat heb ik nu gedaan? Wat heb ik gedaan? Oeps. I've broken the train. Nee, het zou... dit is gewoon een standaard trein. Die is gewoon zo stil. Het kan zijn dat ik het Armstrong pack niet heb geïnstalleerd. Want ik heb het toen een keer wel gehad. Ik heb een keer de game moeten herinstalleren. Ik denk dat ik een Armstrong pack mis. Dus vandaar. Ladies and gentlemen, Camden Road exit is on the right. Please don't use the first course, thank you. Remco, goedenavond.
Heel vreemd. Ja, in principe, deze trein is vrij stil. So this train is indeed very quiet if you don't have the main pack. Even that one is quiet. In the Armstrong variant, this has audio. Click, 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 click. But anyway. Let's go. Next station is Highbury in Islington. Die hebben ook een depotwissel. Ladies and gentlemen, next station will be Highbury and Islington. Exit is on the left. Weer die fles. Ik verzeker je, hier zit water in. Oh, echt waar. Alleen dat de fles niet inhoudt. Phew! Dat scheelt. Oh, Jesus. Next station, Canterbury. Achievement unlocked, North London Line, Burning Rubber. Okay. Okay. Ladies and gentlemen, next station is Canterbury, with the loss of a few points. Okay, 10-mile drive. Echt waar, die meutjes, die kan er ook nog op, hè? Blijf dringen met de wind, dat zeker. In ieder geval 10 miles moeten we in dit scenario hebben gereden. Ik heb 8,51 mijl gereden op dit moment. Volgens de kaart. Maar ik heb hem getest heel even. Dus die telt ook de algemene aantal kilometers. Canterbury is on the left, and Dalston, Kingsland, Hackney, Central, Homerton, Hackney, Wick, and Stratford. Let's go. Ladies and gentlemen, next station will be Dalston, Kingsland. Hoe gaan we met scenario beter? Ik denk het wel, Daniel. Ik hoop het. Drie keer voorbij het station.
Nou, laten we zo zeggen, ik ben gewend dat deze treinen, zeg maar, in Engeland, zeg maar, met een aantal barremmen. En deze doet dat heel langzaam opbouwen. Dus die doet electronic brake met luchtdruk remmen. En op een of andere manier zit daar gewoon een error in of zo. Je leert van de missus. Ach, ja. En ik lees de chat ondertussen, dus gooi hashtag blamechat er nog even bij in. Ladies and gentlemen, Dalston Kingsland. Exit is on the left. Ja, geef de chat maar de schuld. Ja, dat doe ik. Sorry. Let's go. Hackney Central is our next destination. Sorry. Sorry, I did punch my microphone and that was not meant to be. Hackney Central is our next destination and the exit is on the left. We'll be arriving momentarily. Hackney Central. Hackney Central. Twee seconden laat. Ladies and gentlemen, next station will be Homerton. Marco, goedenavond en welkom. De schuld, ik kan nog hashtag blame Samson. Van mevrouw krijg ik ook altijd de schuld, zelfs als ik het gedaan heb. Oh, heden. We hebben dat altijd gedaan. Yep, indeed. Dimitri, hashtag blame chat. Goedenavond en welkom.
Welcome aboard this very new and quiet service from London Overground. Hummerton. There is some railway line, it seems, below here. But it isn't on the map. Maybe it is that high speed one. Ik heb pizza in de oven zonder ananas. Good man. Had gisteren met zoals het wordt. Remco. Alsjeblieft, niet die discussie weer, hè. Let's go. Next station on this service will be Hackney Wick. Warning for 25. Laat staat ook meer frituurfrit op dan in plaats van op. Dimitri, volgens mij moet je even langs de dokter, want volgens mij is iets niet goed met je. Dan zeg niet te eten, pizza met ananas. Wolof heeft witlofschotel gegeten. Ach. En gelukkig heb je daarvoor heel veel pizza's. Pizza in de frituur. Ik ben kerngezond hoor. Sinds wanneer? Omdat je geen over... Jij gaat van overfriet naar frituurfriet. Is something wrong with you? Holy moly, wat een vakantie hier. Ah, echt heerlijk. Weet je wat? In principe, Dimitri is ondertussen helemaal aan de frituurfriet. En iedereen voor de rest is allemaal aan de ovenfriet. Zucht. Ladies and gentlemen, dit is Hackney Wick. Please exit the train on the left. Nou, je wilt niet weten, Rood, wat Dimitri allemaal heeft gepost in Food & Drinks. Bijna elke dag wel overvriet. Ja, waar. Ja, Tom die zit aan de zalm. Hé, wat is er? Wat is er gebeurd met je visjes dan? Zijn de visjes op? De harentjes? Dat was bij de plus. Ja, bij de plus die Jan ontslagen heeft. Sorry. Let's go, next station will be Stratford. Ah, dinsdag weer. Ik weet het zeker, te veel overvries gegeten. Ah, just joking, Dimitri. Ton is van kibbeling, toch? Ah.
That was the warning for the 20 mile an hour speed limit. London Stadium hier links. Ah, kijk, daar heb je London Stadium. Ja, ik ben volgens mij één keer bij een van die fabrieken geweest waar ze vis dan hebben. Weet je wel, waar vis gevangen wordt en dan wordt eigenlijk gelijk gemaakt. En wat dan ook. En ik weet niet wat het is. Misschien was Simone of zo, of ik weet niet. In ieder geval een van de beste van Nederland of zo. En ik zou zeggen, die kibbeling, als je daar eenmaal kibbeling van hebt gehad, och heerder. Ladies and gentlemen, we are arriving at Stratford Station. Stratford is the termination point, terminus of this train. Please leave the train and take all your belongings with you. Thank you for traveling with London Overground Services. Waar is de band? Ik heb geen idee. En Roelof die neemt de trein mee naar huis. Nou, weet je wat? Schroef hem uit elkaar. Vervolgens zie je Roelof 20 keer heen en weer lopen of zo om een stukje deur mee te nemen. Oh, god. Hallo? Hallo daar. Ik ben nu met Hubside op veld van 520 hectare. Oeh. Ben wel even bezig. Wat een vierde knaltunnel op een vrachttrein. Dat zou me niet verbazen. Achievement unlocked. North London Line time efficient. I was for playing this DLC for at least 1 hour. Oké. Okay. Hallo. Congratulations, driver! Successfully finished the journey from Clapham to Stratford. Let's see how you did. 554. Ik denk geen punten, geen punten.